In het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht heeft burgemeester Baron van Tuyl van Seroskerken een televisiecircuit in werking gesteld, waarop beelden verschenen uit het nieuwe centrum voor de behandeling van kinderen met de kunstnier, dat op deze wijze officieel in gebruik werd genomen. Kinderen waarvan de nieren niet functioneren, hoeven nu niet meer samen met volwassenen behandeld te worden, wat psychologisch gunstiger is. Bij elke patiënt is in been of arm een permanente verbinding gemaakt tussen slagader en ader. Het bloed dat het lichaam via de slagader verlaat, wordt door de pompbeweging van het hart naar de kunstnier gevoerd en keert daarna via de ader terug in het lichaam. Aan- en afsluiting zijn een zaak waarbij de grootst mogelijke steriliteit in acht moet worden genomen. Kinderen moeten de dialyse, zoals de behandeling heet, 3 maal per week gedurende telkens ongeveer 6 uur ondergaan. In de kunstnier worden de giftige afvalstoffen van het lichaam uit het bloed verwijderd. Zonder deze behandeling zou elke patiënt onherroepelijk aan niervergiftiging overlijden. Het valt op dat de kinderen die tijdens de dialyse vaak actief bezig zijn, nauwelijks hinder ondervinden van de shunt, zoals de verbinding in arm of been genoemd wordt. Omdat ze 3 dagen per week in het centrum moeten zijn, wordt er ook onderwijs gegeven volgens een leerprogramma dat op de eigen school is afgestemd. De kunstnierbehandeling die de kinderen in leven houdt, zal overbodig worden na een geslaagde niertransplantatie. En dat is het uiteindelijke doel waarop de hele staf van het nieuwe centrum het oog gericht houdt.